Hoi, en leuk dat je kijkt naar Push, de serie waarin we op zoek zijn naar ondernemerstalent met een goed idee. Vandaag zijn we in Tilburg en krijgen de talenten uit Noord-Brabant en Zeeland de kans om hun idee voor te leggen voor een goede jury. Aan de hand van de feedback komt er nog een final round, een final pitch en krijgen ze nog één kans. Eén kans om de jury te overtuigen met hun idee. Vandaag hebben we een driekoppige vakjury. Financieel adviseur Frank van Sint-Annaland, local hero Elise Bakker en YouTuber Nessim. What up mensen, een hele goede dag. Zieke geest, paranoia. Die intro's worden steeds meliger. Zullen we even kijken wat de mensen op straat doen? Ja, laten we dat doen. Wat hoop jij de deelnemers mee te geven vandaag? Het klinkt misschien heel cliché, maar ik hoop echt passie te zien, man. gewoon echt passie voor hetgene wat ze doen. Dat ze echt achter hun bedrijf staan en dat ze erin geloven. Ik hoop dat ze het een beetje uitpakken, man. Kom met leuke dingen. Je wil gewoon vuur zien. Ja, man. Vuur, man. Vuur! En de winnaar van deze aflevering gaat natuurlijk door naar de landelijke finale en maakt nog steeds kans op die hoofdprijs ter waarde van 10.000 euro. Bam! Vuur! De jury zit klaar. De deelnemers zijn er hartstikke klaar voor. Dan is het nu tijd voor ronde 1. Hoi en welkom bij mijn pitch. Ik ben Tessa, ik ben 15 jaar en ik hou ook van kleding. Maar dat veroorzaakt soms wel problemen, want zoals jullie zien, ik ben niet echt heel groot. Daardoor ben ik eigenlijk op dit idee gekomen. Mijn idee is namelijk om een webshop op te zetten met kleding voor dames in kleinere maten. Met die 10.000 euro zou ik in eerste instantie eerst investeren in een webshop. Naast deze webshop wil ik ook vooral op social media echt een boodschap overbrengen dat mensen die bijvoorbeeld zoals ik klein zijn, niet alleen maar klein zijn, maar ook gewoon meer in hun mars hebben. Daarom wil ik ook dat het logo er ongeveer zo gaat uitzien. Gewoon het woord petit met een dikke vette strepen doorheen. Dank jullie wel. Ik vind het leuk hoe je jezelf als voorbeeld neemt om iets te pitchen. Ik denk als iets dicht bij jezelf ligt, dan sta je ook echt achter het product. Ik ben wel benieuwd hoe jij jouw doelgroep wil gaan bereiken. Ik ben Tommy. Hallo, ik ben Sharif. Ons idee is dus om een studio te bouwen en mensen te helpen die graag iets met muziek willen doen. Helpen met teksten schrijven, beats maken en zulke dingen. En wij zijn al sinds het begin al bezig met muziek. En we vinden het ook heel leuk om te doen en zo. We uploaden de beat en het nummer op ons YouTube-kanaal. Dat is dus Trackland, onze label. We gaan die 10.000 uitgeven aan apparatuur. En voor een studio heb je ook een locatie nodig. Hebben jullie ook al nagedacht hoe jullie gaan concurreren met andere labels? Want ik weet ongeveer wat je per 1 miljoen streams verdient. En ik vraag me dan echt af hoe lang het gaat duren voordat jullie bedrijf ooit een keer winst gaat maken. Hallo allemaal, ik ben Anwar, ik ben 17 jaar en ik kom jullie mijn bedrijf voorstellen, namelijk Pizza Rondo. Ik ben van mijn 12 jaar begonnen bij een familiebedrijf. Dat heeft mij heel veel ervaring gebracht, zoals je hier kunt zien op de video. Ik ben van plan om mijn bodem te veranderen naar een bloemkoolbodem. Dit zit minder op je maag en is minder zwaar voor jou. Ik heb ook een speciale actie, Let's Make Pizza Together. Zo kan een gezin samenkomen en hun eigen pizza's maken onder mijn begeleiding, zou ik zeggen. En 1 euro extra dat je dan betaalt, dat gaat naar het goed doel. Ik ben van plan om eerst te starten in Antwerpen, omdat ik zelf van Antwerpen kom. En daarna uit te breiden ergens in Nederland. Bedankt voor het luisteren. Dit is nou eigenlijk waar Push je passie voor staat, want ik merk dat je gewoon passie hebt voor hetgene wat je doet. Wat ik mis is vanuit de financiële hoek gezien van hoe jij dan jouw 10.000 euro zou besteden. Ik ben Sophie Fleur en mijn idee voor een jong onderneming is Opfleuren. Opfleuren staat voor gezonde gerechten met eetbare bloemetjes om mensen vrolijk te maken en ze een goed gevoel te geven. Lekker, gezond, gevarieerd en met veel oog voor de opmaak van het gerecht. Ik zou willen starten met een foodtruck of met een pop-up restaurant om mijn gerechten uit te kunnen proberen en om te kijken waar de mensen van houden. Als het concept werkt, dan zou ik graag een hippe vaste standplek willen op een creatieve plek zoals Stripe S in Eindhoven. Zo kun je aan consumenten verkopen, maar natuurlijk ook aan bedrijven. Met 10.000 euro wil ik graag nieuwe feel-good recepten gaan ontwikkelen. Ook heb ik materialen nodig zoals koelingen, ingrediënten, een opslag en vervoer om mijn gerechten naar de klanten te kunnen brengen. Complimenten voor je uitwerking. Ik zie dat je er heel veel tijd in hebt gestoken en aandacht. Ikzelf, meestal als ik een bloem of een plant in mijn eten krijg, denk ik heel vaak van wat de f*** is dit en kan ik dit eten? En, dus misschien zou je voor dat soort mensen, net als ik, iets van informatie erbij kunnen gooien waarom je een bloem kan eten. Mijn naam is Sammy, ik ben 17 jaar oud en mijn idee is Fairtech. Mijn doel is om de consumenten bewust te maken hoe duurzaam het is wat zij dragen. Maar nog belangrijker, een kei bijdragen voor een duurzamere wereld. De naam Fairtech is te verdelen in de woorden fair en tech. Oftewel,
het eerlijke prijskaartje. De Fairtech zal op de markt verschijnen in 3 verschillende kleuren. Groen, oranje en rood. Hieronder staat de rating. Hoe milieubewust het product nou is, hoe duurzaam het product is en het welzijn van de werknemers. Om aan een van deze informaties te komen, is een startkapitaal van 10.000 mooi meegenomen. Aangezien ik hiervan verschillende onderzoeken wil gaan uitvoeren, dit was mijn pitch. Complimenten voor het idee. Heel actueel, denk ik, in deze tijd. Nu hoor ik 10.000 euro voor onderzoek, maar ik ben wel benieuwd van jou. Hoe ga je dat dan verdelen en wat zijn je plannen daarin? Ik zie het zeg maar wel hangen of zo bij de H&M of zo. Puur over je pitch zeg maar, en je presentatie, want ik vind dat ook wel een heel belangrijk ding. Je moet me soort van vanaf de eerste zin al mee hebben met je verhaal. Het klinkt nu nog zeg maar, te veel alsof ik naar een robot aan het luisteren ben. Al is het een fucking geniaal idee, dus ik zal het meenemen naar de volgende ronde. Kennen jullie ook dat probleem dat als je 's morgens in je kast kijkt, dat je denkt van, ik heb eigenlijk niks leuks om aan te doen of ik heb niks leuks om te combineren. Mijn app wordt voor mensen hun personal assistant. Je maakt dus foto's van je kleding. Dat wordt dan opgeslagen in je app. En dan kies je een setje. Maar als je echt niks leuks kan vinden met je eigen kleding, dan word je doorgelinkt naar mijn webshop. En daar kan je dan ook nog kleding kopen. Mannen bijvoorbeeld die over het algemeen niet heel goed zijn met kleding, kan het heel erg helpen. Als ik deze 10.000 euro win, dan wil ik graag een professionele webshop maken. Ten eerste ben ik heel erg benieuwd hoe jij dat stylingadvies precies wil gaan geven. Wil jij daar een programma voor maken of wil jij dat persoonlijk echt per aanvraag gaan uitwerken? Ik vond het begin heel leuk. Het leek een beetje op een Telcel-reclame. Van, heb jij ook last van? Dat vond ik echt heel tof gedaan. Maar ik vond het zeg maar niet gelijk heel duidelijk of zo waar het precies over ging. Ik dacht van, het is een app met een personal assistant en dan ook weer een webshop. Dus het is een klein beetje warrig voor mij. Nessie, wat deed jij eigenlijk op die leeftijd? Ik was wel iemand die zeg maar gewoon elke kans pakte die ik kon grijpen. Gewoon talenten, jachten, dit soort dingen. Ik was overal, man. Ik was wel ambitieus. Won je ook of? Niet al. Nee, zeker niet. Ik vaak ook derde plaats. De deelnemers zijn bezig met de feedbackronde. Ik ga ze even vragen waar ze nou echt mee bezig zijn. Hoe ga je de jury inpakken? Is je laatste pitch? Wat ga je doen? Klopt. Ik ga eens even kijken welke richting op ga. Of ik een eigen keurmerk wil opzetten of ik straight naar bedrijven toe ga. Ik wil het duidelijker maken. We zijn bezig zeg maar, hoe we kunnen concurreren tegen andere labels. Ik wil meer reclame gaan maken en meer informatie geven over de eetbare bloemetjes. Ik kom gewoon nog harder terug dan ervoor. Hij komt harder terug dan ervoor. Stay tuned. Ik sta hier met Elise, lokaal ondernemer van de dag. Maar wat voor bedrijf heb je eigenlijk? Nou, ik koop en verkoop tweedehands en vintage kleding. Vanaf 14 jaar begon ik al mijn kleding te verkopen. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Heb je nog misschien tips voor de jonge ondernemers? Ook al krijg jij 9 keer een nee te horen, er zal altijd wel iemand zijn die wel in jou gelooft en die komt met een ja. En ook al heb je tegenslagen, als je het echt graag wil, dan lukt het wel. Ik heb besloten om te beginnen met gewoon het opzetten van de webshop. Ik ga gewoon proberen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Daarom zou ik ook gewoon bijvoorbeeld een student kunnen benaderen die me daarmee zou kunnen helpen. Verder ga ik natuurlijk merken benaderen waarvan ik de kleding wil verkopen. Heb ik natuurlijk ook nagedacht over het adverteren door influencers te benaderen die ook een beetje in die groep zitten. Als eerst hebben we dat we zo min mogelijk geld willen uitgeven en zoveel geld willen besparen. En het doen met de spullen die we gewoon hebben en onszelf ook gewoon een beetje verbeteren. Ja, en je moet zeg maar zelf eerst populariteit proberen te krijgen en een nieuw stijl te maken, zodat je doorbreekt en mensen ook echt naar je muziek willen gaan luisteren. Ik heb gezien dat ik met het goede doel niet op voorhand moet meegeven aan de klanten. Ik wil gewoon de prijs, die 1 euro, in die pizza instoppen. En op het einde, als je de bon krijgt, krijg je ook te zien dat je 1 euro hebt gedoneerd aan een goed doel. Met de 10.000 euro heb ik verdeeld. 7.000 gaat naar een goede rolover. 1.000 euro gaat voor 1 maand huur. En de andere 1.000 euro gaat naar inkopen, de goederen die je moet hebben om dan de pizza's te kunnen maken. En 1.000 euro gaat naar gas, elektriciteit, water en etc. Om van mijn bedrijf realiteit te kunnen maken, wil ik eerst klein beginnen, maar blijf ik groot denken. Ik zou willen starten met een catering van evenementen tot maximaal 50 personen. Om dit aantrekkelijk te maken voor de klanten, wil ik mijn bloemen spectaculairder uit de gerechten laten komen. Met de 10.000 euro die Rabobank beschikbaar stelt, wil ik mijn ingrediënten gaan kopen en de materialen die ik hiervan nodig heb. Na een jaar kan ik zien wat voor opfleuren het beste werkt en kan ik de winst die ik dan heb gemaakt apart zetten. Vervolgens kan ik de winst dan weer investeren in de sterke kanten van opfleuren. Ik wil eerst naar bedrijven gaan die al zelf duurzaam bezig zijn, aangezien zij interesse hebben in onze visie. Deze bedrijven willen graag
laten zien dat zij duurzaam zijn en dat kan aan de hand van onze prijskaartjes. Wat ik wil onderzoeken is bijvoorbeeld uitstoot van fabrieken, welzijn van de arbeiders en het gebruik van duurzaam materiaal. Ook heb ik al contact gehad met gemeenten en politieke bedrijven en die zouden ons eventueel kunnen ondersteunen zoals subsidie en informatie geven. De betreffende bedrijven, winkels en merken zullen ons moeten betalen om onze prijskaartjes te krijgen. Mijn app werkt als betaalbare personal assistant voor leuke kledingcombinaties. Het werkt in 3 stappen. 1. Maak een foto. 2. Kies een categorie, bijvoorbeeld een beetje casual. 3. Kies een setje. En als je een setje vindt wat je wel heel leuk vindt, maar waarbij iets zit wat je echt niet leuk vindt, dan kan je er nog altijd een van de suggesties kiezen die erbij staan. Het ontwikkelen van een app is natuurlijk heel moeilijk, dus daarom wil ik samenwerken met studenten die in de ICT gaan. De final pitch zit erop. De jury is in beraad geweest. We gaan door naar de eindscore, jongens. We hebben discussies met elkaar gehad. Elkaar in de haren gevlogen. Jullie hebben goed geluisterd naar onze feedback. En dat was zeker te zien in de tweede pitches die jullie gehouden hebben. We hebben vooral gekeken naar originaliteit, uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Zullen we het zeggen? Ja? Ja. Dat is niemand minder dan Sophie Fleur! Een bloemenmeisje! Hey! Sophie, hoe voel je? Ja, ik ben echt super blij en heel erg opgelucht. Ik keek er erg naar uit en ik wil natuurlijk heel graag winnen. Zit ik in de finale, dus ja, super blij. Hey, mijn naam is Stefano en dit was de selectieronde van Push in Tilburg met de talenten uit Noord-Brabant en Zeeland. Volgende week gewoon weer kijken, maar dan zijn we in Amsterdam met de talenten uit Noord-Holland en Flevoland. Wil jij nou ook tips? Abonneer dan op dit kanaal en hou @Rabopassie in de gaten op Instagram. Tot de volgende week.